right about now. Ooh. Good, 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 good to be alive right about now. Ooh. Good, 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 good to be alive. Goedemorgen. Goedemorgen. Zonder zorgen. Wij zijn in de Chinese supermarktje geweest in Chinatown. Hebben we even lekker wat Chinese snoepjes gekocht. Mijn haar is nog nat, want ik heb gedoucht. En dat rijstfeun dingetje, daar heb ik geen geduld voor. Maar we hebben wat snoepjes gekocht en die gaan we samen met jou proeven. We hebben, wat zit daarin? We hebben hier groene chips, wasabi, snow pie, crisps. Het lijkt een beetje op van die sojaboontjes, maar dan in chipsvorm. Ja, het is een soort roze koekjes. Is er staat verder niet op wat het is. Ja, dat staat er wel op, maar dat staat er in Chinees op. Satori, Chico. Oh, is dat ook Engels? Oh, grappig. Iets van mango koekjes, mango biscuitjes, iets van chili pringles met Chinese tekstsoi erop. Tekstsoi. En deze die hebben ze ook. Wasabi. Oh. Wasabi mayonaise smaak. Oh, lekker. Dat dus. Nou ja, die hebben wij dus ook niet in de Amerikaanse supermarkt gezien. Nee. Iets van ja, chipjes, maar dan met van die dingen die je zeg maar om zeewier, dat je om sushi zeewier doet. In Norivellen. Norivellen? Oh, ik heb er afstand van. En wij vonden de koekjes van Shishen. Jippie! Zat er ook op? Shishen! Dus die konden we die laten liggen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat snap je ook wel. Waar gaan we mee beginnen? Kies jij eens iets. Of ben jij benieuwd naar? Met deze. Nou, maak het. Mij de eer? Ja. Ja, tegelijk. Het ruikt naar, ja, ik weet niet. Dan leg je hem voor de camera. 1, 2, 3. Ik weet niet, het smaakt zoals het ruikt. Ja. Een rare nasmaak. Ja. In het begin smaakt het een beetje als die crackers van Krakot, zeg maar, smaken. Ja. Of van Lu. Zo ziet er ook een beetje uit. Maar ik kan het niet echt lekker vinden. Nee. Beetje apart smaakje. Een beetje kruidig. Ik vind dat bloed smaken. Een beetje ijzerachtig. Ja, ik weet niet. Nou, deze zijn niet zo geslaagd. Geslaagd. Wie als tweede doen? Is goed. Lekker, lekker. Ik ga zakken opmaken, dat is heel goed. Nou, dat gaat even goed als ik het zou doen. Die lijken in ieder geval heel zoet. Oeh, ja. Het lijken wel hondenkoekjes, een beetje. Ze zijn een beetje plakkerig. Nou, een beetje plakkerig. En een aardbei. Ja, maar wel echt chemische aardbei. Ja, 1, 2, 3. Dit smaakt naar nat brood. Ja. Nat brood met aardbei. Het is niet raar dat de Chinese kinderen niet zo dik zijn, want het is gewoon allemaal niet te vreten. Nee. Maar het is van binnen ook niet roze. Nee. Van binnen is het gewoon een cracker. Ja, ik vind deze wel lekkerder dan die groene, dan die. Ja, maar ik zou er geen hele zak van licht in eten. Moet ik zeggen. Nee, dat is zo. Deze? Ja. Die seaweed snack. Hoe ga jij open? Oh, dat is ook. Dat is ook gewoon zeewier. Dat ruikt ook echt naar zee. Ja. Die eet ik niet. Nee. Die eet ik niet eens op. Die gaat echt gewoon de prullenbak in. Ik moet hier een bijten. Maar het zijn allemaal verschillende smaken ook, hè? Delicious with good from the sea. Nou nee, het smaakt gewoon naar zeewater. Deze lijken me nog wel lekker, die mango koekjes. Wat doen we die? Verdomme zeg. Wat een meuk.
helemaal niet op gekomen. Dit ben ik trouwens zo, maar nou, er zitten er twee in één pakje. Die ruiken. Ook al zoet, hè? Zoet en muf. Echt, dat zit al 20 jaar ergens achterin. En... ook niet lekker. Nee. Smaak van muf. Lekker. Ja. Of dat is al 30 heel jaar oud, ja. Ik kan hem wel opeten, maar ik vind hem niet lekker. Nee. Nou, maar vieze dingen hebben de Chinezen, zeg. Wel randzaken. Ja. Vind je hem? Nee, is het niet zo. Het is je nog laatste. De wasabi mayonaise smaak. Ik zou dat ook niet lekker wat zijn. Nee, ik vind het ook wel pittig. Een heel kleintje. Heel pittig. Maar deze gaat nog wel. Deze gaat nog wel, ja. Ook niet echt lekker. Mooi, maar dit is nog te eten. Ja. Het is ook wel even warm, het smaakt gewoon heel erg zwaar. Ja. Maar beter als die zooi. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat alles beter is dan die zooi. En tot slot Chin Chin snoepjes. Dat zijn ook die Chin Chin snoepjes die je ook zeg maar in de film ziet. Ik denk dat we die maar niet op doen eten. Gadverdamme. Deze, die laten we maar lekker dicht zitten. Een beetje uit, want anders focus je niet. Die zijn tot 2012 goed. Ja. Dit is nog allemaal goed. Is ook de 2017 nog goed? Die? Deze waren dat ze daarom wat muffs maken. Die kunnen ook nog. Tot 20 oktober. Ja. Het is allemaal een klein beetje teleurstellend. Maak we deze wel open om te kijken hoe ze eruit zien of laten ze gewoon weer dicht? Oh nee, ze kunnen ze openmaken. Ik heb ook een dingetje. Oh ja, ik ben aan het scheuren. Oeps. Het zijn van die chocoladesterretjes. En koffie ruikt het. Exact. Oh ja. Maar het ziet eruit als hondenbrokjes. Ze smaken niet lekker, maar ik denk dat dat komt omdat ze niet meer goed zijn. 4 jaar over de datum is dat natuurlijk wel een beetje aan de kant. Vele kanten. Nee, het is... er zit wel zo'n Chin Chin... Let op. Oh, er gaan vechten om wie je mag hebben. Zo'n Chin Chin ding bij. Wat is het ding? Ik weet niet, lijkt het flippen of zo? Of wat is dat toe? Dat was toen natuurlijk nog helemaal hip in 2012. Hè? Mag ik deze ook nog open krijgen of heb je dat liever niet? Ik weet het niet. Dori en hoe heet dat? Hoe heet dat meisje ook weer? Weet niet. Hoe heet ze toch ook weer? Nini? Mini? Ik heb echt geen idee. Dat moedertje zeg maar, moederkindje. Het is dus niet zo geslaagd. Wij vinden het niet zo lekker.
Ja, dat kan aan ons liggen, maar ik denk dat het gewoon aan de koekjes en de snoepjes ligt. Het is gewoon niet zo lekker en niet zo geslaagd. Heel erg jammer. Wil ik je toch bedanken voor het kijken. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Kun je hieronder op de rode button drukken. Maak je mij heel erg blij en dan wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei! Doei! Vieze dingen zeg.